groot was en dat er zoveel dingen te doen zijn. Nogmaals, hartelijk bedankt namens de bewoners van de Volkaard. En zijn er voor jou nog bekende mensen op de Volkaard die misschien nog iets zou willen zeggen? Ik heb daar mijn schoonvader zitten, Bertus Vroeven. En die, bij deze wil ik hem even de groeten doen. En ik hoop dat je het leuk vindt als je het ziet. Nou, dankjewel en heel veel succes verder. Ja, dankjewel. Op de Koolhof zijn we nu geweest en nu gaan we een vuilniswagen achterna om te kijken hoe die zakken in die vuilniswagen gaan. Dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk, maar we gaan toch wel even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Komen bij de spinder, zoals u ziet. Dat heet hier zo. En hier komen alle huisvuilzakken binnengereden in die grote vrachtwagens. En hoe dat verder in zijn werk gaat, daar gaan we nu even naar kijken. Zometeen komt de huisvuilwagen uit Dongen ook hier naartoe om al de huisvuilzakken te lossen. Dan vragen we even aan deze meneer, hoe is uw naam ook alweer? Johan Knippels. Johan Knippels, oh ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Kunt u daar iets over vertellen? De auto komt de trein oprijden, die gaat over de Weegbrug, wordt gewogen, komt hier naartoe. Die lost hier in de trechter en dan wordt het huisvuil wordt geperst. Gaat in een container, die container gaat naar het Lalo op Loven. Lalo, wat is het? Lalo? Het Lalo, dat is een overslag van container. Dan gaat de container wordt op de trein gezet. Oh, ja. En waar gaat die trein dan naartoe? Die gaat naar Moerdijk, naar AZN, naar de verbranding. Die wordt 's nachts gelost. En 's morgens is die weer terug en dan gaat het hele verhaaltje weer opnieuw. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Huisvuilzakken uit Dongen samengeperst en afgevoerd
naar de verbrandingsoven in de Moerdijk. Hierbij het einde van onze reportage. We danken voor uw aandacht en tot de volgende keer.